Het schijnt dat als mensen jou bekijken, dat je dan je gedrag sociaal geaccepteerder maakt. Ik las een artikel, wetenschappelijk tijdschrift, en ben ik ook zo'n lul. Is je gedrag aangepast als iemand staat te kijken? Ja, ja. Met een beetje in de gaten gaan houden. Ik doe s'avonds dan altijd mijn rondje en dan staat mijn buurman, die staat me altijd in de gaten houden. Daaraan merkte ik het. Zo langs de gordijn af. Zo zit te kijken, zo. Te checken wat ik doe. Maar echt in de gaten te houden. En te controleren wat ik doe. Natuurlijk, ja, ik zie dat hij kijkt. Tuurlijk, doe ik dan mijn zakje zo de stront op. Laat ik ook zien dat ik het heb. Hier, ik heb het. Hier. Maar als hij een avond later niet staat, dan laat ik het gewoon liggen. Terwijl, ja, ik heb niet eens een hond. Overdag loop ik een beetje met mijn ziel onder mijn arm door de stad. Ik doe alleen dit s'avonds natuurlijk. Overdag heb ik niks te doen. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon werk zoeken. Ik ga gewoon net als iedereen. Dat ik richting heb. En ik werk nou bij een Brabants reclamebureau. Dat zo heet ook in Tilburg, de Noordstraat. Het Brabants reclamebureau. En was dat tof. Ze hadden geen advertentie gezet. Maar ik denk, ik ga toch naar binnen. Ze veel laten zien. Ze zijn al creatief. Kun je meteen beginnen. Ik ga maar slogans bedenken. Maar ik kan dus heel goed slogans bedenken. Dat is tof. En ik ben er zo goed in. We hebben hele grote klanten binnengehaald al door mijn slogans. Best wel trots op ben. Volkswagen bijvoorbeeld, had ik zo bedacht. Volkswagen, hè, was jij, een Brabants reclamebureau. Dus Volkswagen. Dat is godverdomme een mooie auto, godverdomme. Vet, hè? En voor Batavus had ik zo. Batavus. Dat is godverdomme een fijn fietsje, godverdomme. Volgende week hebben we dan deadline voor Jupiler, dus daar moet nog even een paar dagen goed voor zitten. Ook niet eigenlijk. Ja, iedereen kan het, jij kunt het ook, weet ik zeker. Hier is een microfoontje, gooi hem op, jij maakt hem af. Ja, Jupiler. Godverdomme, lekker bier, godverdomme. Hey, hè? Goed. Echt knap. Ik vond hem wel heel erg lijken op die dik had bedacht, maar ja. Het is ook best moeilijk, het gaat niet altijd goed. Ik ben voor mij ook niet bij de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen keer. Had ik voor de ChristenUnie had ik er een bedacht. En ja, die vond ik ook niet tof. Ik ben even een rondje gelopen. Ik hoorde mensen van gastjes van 16, 17 met elkaar praten. Dat ik denk van, ja, wat is hier aan de hand? 16, 17, hè? Had het over friends with benefits. Het betekent dus dat je seks hebt met mensen uit jouw vriendengroep. Maar je hebt er geen relatie mee. Prima, dat bestaat. In Loon op Zand, waar ik ben opgegroeid, friends with benefits, wij hadden het niet. We hadden wel oma Anton with benefits. Pastoor Simons with benefits. En de kip van Boer Vermeulen with benefits. Maar friends with benefits hadden wij niet. Niet eens iets wat erop lijkt eigenlijk, joh, friends with benefits. Ja, Fred, Ben en Frits waren drie gasten, die woonden bij ons op pleintje. Maar... En of mijn vrouw vreemd gaat, dat weet ik eigenlijk niet. Daar zal ik ook nooit achterkomen. Kijk, mensen praten daar niet heel graag over en ook als ze het zelf aan mij zou zeggen, zelfs dan kom ik er niet achter. Want ik heb namelijk besloten om niet meer naar haar te luisteren. Ik wil het wel weten hoor, maar daar gaat het niet om. Ik wil het wel weten, ik ben wel geïnteresseerd aan zich. Maar het ding is, ik weet natuurlijk niet precies wanneer ze erover zal gaan beginnen. Dus dat betekent dat ik alles wat zij zegt, helemaal moet afluisteren. En daar heb ik er gewoon niet voor over. Daar moet je zo over nadenken. Stel, ze is niet vreemd gegaan. Dan heb ik helemaal voor niks naast zitten luisteren. Dat gaat niet gebeuren. Sommige dingen ben je niet trots op. Gewoon als je die voelt. En zeker als vader, voor mij is het moeilijk om toe te geven. Maar ja, ik weet niet of andere vaders dat ook hebben. Maar ik heb niet zo heel veel met mijn eerste kind. En dat vind ik wel eens jammer. Want ja, ik heb maar één kind. Ik maak overal een wedstrijdje van. Een meisje van 6, Sammy heet ze. Maar mijn pap wie het eerste buiten is. Dan denk je, ja, je staat al buiten. Het is geen wedstrijd, hè? Wie het eerste bord leeg heeft. Ja, ik moet nog beginnen, joh. Je moet nog twee happen. Laat zat ze ons te tellen. Zo, mama, ik, papa, twee meisjes en één jongen. Dus pap, jij hebt verloren. Een mooier had ze mijn leven niet kunnen omschrijven. Nee, maar je moet ook weten dat mijn vrouw, die is hoogsensitief, hè? Maria heet ze, zij is hoogsensitief. En dat is heel moeilijk. Heel veel vrouwen hebben dat. Hoogsensitiviteit is echt heel moeilijk. Alles wat je hoort en ziet, alles komt heel erg binnen. Dat is heel moeilijk. Hoogsensitiviteit is heel moeilijk om mee om te gaan. Nee, ik ben zelf laagsensitief. Ik voel eigenlijk helemaal niks. Ik heb een empathisch vermogen, geen voelspriet, niks. Er komt niks binnen, is ook niet leuk. Sammy bijvoorbeeld, die was de eerste 2 jaar van haar leven, was ze extreem een hulpbaby.
Tenminste, ja, hoorde ik achteraf dan. Want, dat verwijt krijg ik vaak, ja. Dat ik laag sensitief zou zijn. Dat ik niks zou voelen. Alleen ik heb het talent ontwikkeld. Het talent om de emoties die op mij afkomen, gewoon van me af te duwen. En die er doorheen sijpelen, die krop ik op. Dat is een talent. Weet je wat ik lastig vind? Als ik mijn eigen dochter, als ik die niet kan troosten. En als zij Nijn niet kwijt is, ik krijg je niet getroost. En natuurlijk, ik heb veel over gelezen. Ik weet al wat je kunt doen. Je moet lief blijven praten met een fijne stem. En dan niet straffen, maar juist belonen. En dat heb ik ook gedaan. Ik ben op mijn knieën gegaan. En ik heb haar aangekeken. Ik heb gezegd, Sammy, als je nu stopt met janken. En je houdt er vol tot je 18 bent, dan krijg je rijbewijs. Ik heb nog een poging gedaan. Ik doe mijn knieën. En aangekeken. Ik zeg, Sammy. Ik begrijp dat je Nijnie mist. Of tenminste, dat begrijp ik niet. Maar dat denk ik te verstaan door je gejank heen. Maar als we daar goed over nadenken samen. Hè, dan moet je ook goed beseffen dat Nijnie is gewoon, dat is gewoon een plusje ding. Nijnie, er zit geen hart in. Er stroomt geen bloed erheen. Er zit vulling in. Het is de liefde die jij denkt te ervaren vanuit Nijnie, die heb jij zelf verzonnen. Eigenlijk is de liefde die jij ervaart vanuit Nijnie niks meer of minder dan een projectie van je existentiële eenzaamheid. Nou, dat begreep ze dan op zich wel. Maar het is raar. Het is toch gek dat een kind van 6, een vent van 44, zich kan laten schamen. Heel je lijf gevuld met schaamte door een kind van 6. Nee, ik kan niet wachten tot ze een beetje op de leeftijd is dat zij zich gaat schamen voor de vader. Dat wordt een leuke periode. Dan zou ik er eens opgenomen van de disco. Help mijn sandalen. En mijn witte sokken. En mijn spataderen. Zorg dat ik een uurtje te vroeg ben. Dan ga ik meteen naar de vriendinnengroep toe. Zo met mijn korte broek zo. Want ik denk dat ik tegen die tijd zou lopen. Want heel mijn familie loopt zo. Dus, ja. En dan, hey meiden, net enthousiast. En dan de dansvloer op, dan een uurtje vol dansen. Moet je eens kijken. En ik laat me omscholen tot leren maatschappij leer. Laat ik hier mijn haar groeien en dan hop, overkammetje. En zo ik mijn haar in de klas seksuele voorlichting mag geven. Ja, dat ga ik doen. Dan zeg ik net iets te vaak, ja, ik ben ook jong geweest. En Sammy, papa is ook jong geweest. En dan denkt zij, pa, erger kan niet. Ja, erger kan wel. Elk schoolreisje ga ik mee. Ga ik voor in de bus zitten, zingen door de microfoon. Dan zing ik, ah ja, jippie, jippie, jee. Zing ik, ah ja, jippie, jippie, jee. Tuttige liedjes ook een slecht Engels. My Barney is over the ocean. Jongens, als jullie links kijken, dan zien jullie rechts niks. En dan keihard lachen om je eigen grap. En de bus komt dan aan. En op schoolplein staan al die ouders te wachten. En dan eerst een geintje van iedereen onder de stoel en dan omhoog. Gedoe. En dan ren ik als eerste naar buiten. En al die kinderen die zien dat. En dan pak ik mijn eigen vrouw, die in de menigte staat. Vol op de bek. Een lekker lang tong. Duimpje omhoog naar de bus. Lekker lang. Maria zal er ook wel van opkijken trouwens. Sorry, ik ga toch heel even wat heel. Ik ga toch heel even stilleggen omdat ik. We gaan het eruit knippen, oh, want ik vind dat privé dingen niet op een podium thuis horen, maar ik merk dat ik een beetje afgeleid ben en misschien hebben we ook gemerkt. Maar ik denk, ik ga toch even met jullie delen dat jullie weten wat er in mijn hoofd zit, omdat ik anders kan ik gewoon niet doorspelen, denk ik. Zo voelt het niet, maar het gek is, ik heb al een paar keer sindsdien gespeeld en ook besloten van ik ga het niet benoemen, maar ja, nu voel ik van ik moet het toch even zeggen. Maar we hebben thuis afgelopen weken echt rotte weken gehad, of klote weken. En
Het gek is, we zijn een weekje in Valencia geweest. En het gek is, als je dingen leest die verschrikkelijk zijn, dan over een busongeluk of weet ik veel wat, dan wat er bij mij gebeurt, ik denk altijd van, oh, dat overkomt mij niet. Ik was echt een heel erg bericht in de krant over zo'n jongetje dat was 9. Dat 3 zwemdiploma's, die zat in zo'n Turks resort met zijn hand vast in een putje. En het zuigt vacuüm en hij verdrinkt. Gewoon in een bubbelbad. En een super erg bericht. Maar ik merk dat dat overkomt mij niet. En nu zit ik op mijn eigen bank, we zijn net een dag terug. En ja, je zit toch in de veiligheid van je eigen huis heen. En er had van alles kunnen gebeuren. We hebben gevlogen, we hebben bergweggetjes gepakt met een huurauto. Er lag een zwembad achter het huis. Er had van alles kunnen gebeuren. En ik zit thuis en ik hoor mijn vrouw Maria, die hoor ik boven schreeuwen. Zo, nee. En ik kan niet eens nadoen met zo'n paniek in haar stem. En ik ben naar boven gerend. En ik zag haar staan. Ze stond op de weegschaal, want was ze 3 kilo aangekomen. Ja, dan merk je wel dat het allemaal gewoon heel erg dichtbij komt. Ze woog nou dan 61. Zoals zij het zo mooi zegt, bijna 70. Dat is mooi, hè? Dat wij als mensheid de eigenschap hebben om onszelf emotioneel onbeschikbaar te maken voor hele erge berichten. Die kunnen we gewoon naast ons neerleggen. Die gewoon, hoe erg het ook is, overkomt ons niet. Dat is maar goed ook. Tuurlijk. Het is juist het talent dat de mensheid redt. Dit talent. De mensheid bestaat bij de gratie van onze emotionele onbeschikbaarheid. Anders zouden we elkaar de hersens inslaan, joh. Niemand kan de krant lezen en dan 3 uur zitten janken en dan naar zijn werk. Dat kan niemand. We zouden in een permanente staat van oorlog verkeren als we alles wat we voelen, als we er iets mee moeten. Ik ben blij dat we dat talent hebben. Nou, als je de krant goed leest, als je de krant echt goed leest, over 10, 15 jaar eet niemand van ons vlees. Niemand. En ik ben geen visionair, ik ben geen trendwatcher. Maar ik heb die vleesvervangers geproefd en ik kan jullie wel melden dat mayonaise in de toekomst heel belangrijk gaat worden. 90% van de vleesindustrie in zee werkt dat. En die ijskappen die smelten gewoon, wij gaan lekker vlees eten met z'n allen. En nee, ik bedoel, ik ga je niet uit de klimaatkast komen als vegetariër, dat bedoel ik helemaal niet. Maar ik maak me wel zorgen. We leven in lage landen. Sommige plekken worden droog, andere plekken die worden nat. Wat denk je dat er hier gebeurt? Wij komen onder water te staan. Wat gaan we zeggen tegen die vluchtelingen die hier zitten? Jullie gaan terug naar je eigen land. En wij gaan meedenken. En jullie weten de weg. Maar belangrijker nog, hebben jullie die boot nog? Maar ja, we gaan daar niet naartoe, want daar is de oorlog. Ja, hier verdrinken we. Dan maar oorlog. We gaan daarheen. Het wordt sowieso oorlog. Er staat daar een of andere vent met een frisbee in zijn onderlip. Te zeggen dat ik er ook heen moet. Ja, omdat ik me aan moet passen, daar heb ik geen zin in. Ik weet sowieso wat moet ik daar gaan doen, joh. Een beetje op zoek naar mijn fosterparentskindje en hoop dat ze eindelijk eens een keer iets terug gaan doen. Zoiets. Het wordt sowieso oorlog. En dan zitten wij net in een bootje. Daar zijn we daarheen. Dan komen we natuurlijk bootjes tegen met vluchtelingen vanuit die kant, want die weten nog van niks. Ja, als we slim zijn, hou ons bek. Dan hebben we daar meer ruimte. Maar goed, waarschijnlijk zal de mens in mij toch roepen van je moet daar niet heen, daar staat alles onder water. Dus die kant op. Dan jullie waren hele goede dijkenbouwers. Ja, klopt, maar we dachten ook dat we goed konden voetballen. Dus die kant op. Mijn kindje Sammy, die is blauw ter wereld gekomen. Hij had geen hartslag, geen ademhaling. En alles is goed gekomen. Hè? Alle zuurstof zat in de rechts en is allemaal teruggepompt. Geen gevolgen. Dat is een wonder. 2 seconden scheelde het. Door een fout van een verloskundige. Ik heb tegen die verloskundige gezegd, papa, ja, nu is het toevallig goed afgelopen. Maar stel nou dat het verkeerd was afgelopen. Wat dan? Want het was echt een fout van haar. Hè? Ze had niet geconstateerd dat Sammy andersom lag. Daar begon het al mee. Dan zeiden wij, ja, volgens mij is het andersom. Iemand anders erbij, ja, het ligt inderdaad andersom. Zei ik toch? Zei als Sammy gedraaid, stonden zijn handen te wassen. Schoot Sammy terug. Maria voelde het, ik zag het. Dus schiet terug. Nee, vertrouw maar op ons.
Moet je eerst voelen. Dat is hartstikke hard. Ja, nee, maar er zijn de billetjes. Zijn de billetjes? Ze zijn naar de sportschool geweest, hè? Naar de billetjes. Ik zeg, door jouw fout had het verkeerd af kunnen lopen. Wat nou als het verkeerd is afgelopen? Wat dan? En toen zei zij, ja, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Maar wanneer is het dan je verantwoordelijkheid als verloskundige? Wanneer dan? Is het je verantwoordelijkheid als verloskundige als je zelf in het vruchtwater zit te poepen? Dat die arts dan zo zegt, oh, er is een vruchtwater gepoept. Ja, dat was ik. Ja, klopt. Ja, dat was ik. Ja, sorry, dat had ik niet moeten doen. Sorry, je neemt verantwoordelijkheid voor, absoluut. Ja, had ik niet moeten doen. Klopt. Ik denk, ja, dat is maar ook van de eerste keer. Ik denk, ja, moet ik nou weg of niet? Kan ik hier blijven? Moet ik hier blijven? Sorry, had ik niet moeten doen. Slaat nergens op. Neem verantwoordelijkheid voor. Of is het je verantwoordelijkheid als verloskundige als je zelf met je hoofd vast zit in de kut van mijn vrouw? Oh, gadverdamme, zeg. Zo, dat had ik niet moeten doen, zeg. Hier neem ik verantwoordelijkheid voor. Ja, absoluut. Ja, zeker. Het sloeg helemaal nergens op. Het is een totale overbodige actie. Sorry, ik ben toch niet op het ziel. Sorry, het sloeg nergens op. Hier neem ik verantwoordelijkheid voor. Absoluut, ja. Of is je verantwoordelijkheid als verloskundige als je het kind probeert aan te pakken en het glippert uit je handen en je kunt het niet meer terugvinden? Nee, zo staan. Ik ben het kwijt. Ik ben het kwijt. En dat er iemand dan roept van, volg gewoon de navelstreng. Super, dankjewel. Goeie tip. Dankjewel. Bedankt. Hey, zo. Goeie tip. Ja, toch? Wow! Verkeerde kant. Sorry. Kijk, je kunt van IS zeggen wat je wil, maar ze eisen wel vaak hun verantwoordelijkheid op. En dat vind ik belangrijk, ja. Ik heb niet zoveel, heel veel vertrouwen in specialisten. Ik heb niet zoveel vertrouwen in. Ik hoorde ook bij mijn zus, die is overleden toen ze 12 was. Ik was toen 10. Dat is 2 jaar ziek geweest, kanker, overleden. Ja, die specialisten, die hadden jou allemaal een verkeerde diagnose gesteld. Allemaal, stuk voor stuk. Er was maar één specialist die een goede diagnose had. Maar ja, dat was de tandarts. Die had gezegd, meisje, je hebt een gebit voor het leven. Is te hard, merk ik? Of nee, ja. Nee, maar even, want ik hoor een paar oortjes, dat is heel goed, hè? Dat is heel goed om zo te communiceren, maar ik voel zelf helemaal niks. Dus, dat is voor mij ook fijn, hè? Een beetje communicatie. Ik moet naar een specialist voor mijn rug. Kijk, ik heb mijn rug, daar zit een stukje rugwervel. En dat is weg. Dat is bizar, hè? Dat is gewoon tussen de onderste wervels zit een tussenwerveltje. Hoort dat te zitten. Dat is gewoon weg. Gewoon pleiten. Dat is gewoon weg. Heb je 3 jaar geleden een foto gemaakt van mijn rug en van mijn schouder? Zat hij nog? Pas geleden foto. Weg! Dat is gewoon weg. Alleen dat stukje. En ik wil niet snel conclusies ergens aan verbinden, maar het is wel precies vanaf het moment waar we bij ons Tilburg een asielzoekcentrum hebben. Misschien is het ouderdom, weet ik niet. Misschien is het ouderdom, dat kan ook. En iedereen gaat op zijn eigen manier om met de ouderdom. Ik ook. Je moet bijvoorbeeld een leesbril. Nou, ik zet het gewoon niet op. Dat is mijn manier. Dat stel ik uit, zo lang mogelijk, dat moment. Tuurlijk, joh. Ik ga mijn vrouw toch dat moment niet gunnen. Dat zij binnenkomt en ik voor het eerst met dat brilletje op mijn neus zit. Dan zit ik een krant te lezen, daar gaat ze meteen geintjes over maken. Ze in 1 seconde lijkt ze 10 jaar jonger dan ik ben. Dat ga ik niet trekken. Dan gaat ze meteen geintjes maken van, kijk Sammy, opa is er ook al. Kijk, kom. Ik ga het moment zo lang mogelijk uitstellen. Maar Maria zal het wel begrijpen, die krijgt ook dingetjes. Vrouwen krijgen ook dingetjes. Die hebben vrouwen putjes in de bil of zo. Ik weet niet waarom ik jou aankijk trouwens, maar dat maakt niet uit. Vrouwen krijgen ook dingetjes, tuurlijk. We hebben een putje in de billen. Ik denk dat ik het net zo lang uitstel tot dat moment. Dat Maria in de badkamer de putjes in de billen staat te bekijken. Zo. En dan kom ik binnen. En dan zet ik mijn bril op en dan zeg ik zo. Ik zie dat je een putje krijgt. Heb je gelijkwaardig gesprek? Ik vind oud worden niet tof. Ik vind het niet tof. Ze zeggen wijsheid komt met de jaren. Maar ja. Ik denk het niet. Ik was vorige week bij mijn moeder. Stond de sokken te strijken. Ja, serieus? Ik zeg, man, je staat je sokken te strijken? Ja, dat weet ik. Ik zeg, je weet het ook nog? Je staat, waarom? Wordt er over jou geroddeld of zo? In de buurt? Heb je JOC gezien? Die sokken, helemaal verkreukeld. Ik zag er lopen met een verkreukelde sok. Ik denk, José. Als je geen zin meer hebt om te leven, zeg het gewoon. En zei mijn moeder, ja, dan kan ik er daarna makkelijker een bolletje van draaien. Serieus? Je gaat er ook nog een bolletje van draaien?
Dat doet niemand, hè? Eerst strijken en dan een bolletje van draaien. Dat doet niemand. Ik heb hier een pizza voor jou. Heb ik zo pizza, dat maak ik helemaal plat met die deegrollen. Maak ik zo die plaat helemaal rond en met die plaat. Maak ik een lekkere pizza voor jou. Van kei heb ik speciaal dat erin ontwikkeld in die lucht gooien met die platen. En platen en draaien platen. Alsjeblieft, voor jou. Broodje met pauw. Mijn moeder die komt uit de generatie van die naoorlogse zuinigheid. Mijn moeder kan 8 kilometer omfietsen omdat een glashex bij de Aldi goedkoper is. En dat vind ik mooi. He, als gedachte vind ik dat mooi. Maar ze heeft ook een Bang & Olufsen televisie van 9000 euro omdat die vent in de winkel heeft gezegd dat daar de ondertiteling zo lekker groot stond. Dan heb ik even uitgelegd, mam, dat kun je tegenwoordig bij alle televisies zelf instellen. En toen kwam haar tegenargument, zei ze, ja, maar toch. Ik vind het moeilijk om met vrienden over te hebben. Dan zeg ik van, ja, als ik 60 ben, 65 plus, dan gaat Sammy de deur uit. Waar is dat dan nog? En dan zeg ik, ja, je doet zo negatief, joh. Dan begint het pas. Ja, ik heb nou al overal last van. Ik zie geen fuck, ik heb last van mijn rug. Ik ben 44. Het gaat echt niet beter worden, hè? Ja, wel, ze hebben ook gewoon stuk voor stuk al mijn vrienden. Ik denk van, je kunt niet collectief emotioneel onbeschikbaar staan ten opzichte van de vergankelijkheid van je eigen lijf. Dat gaat niet. Wat moet ik dan doen als ik 65 ben? Genieten? Waarvan? Van de kleine dingen. Welke kleine dingen? Een klein pensioentje. Een klein balkonnetje. Een klein piepje in mijn oor. Nee, genieten van die kleine dingen. He, dat je bijvoorbeeld bij de derde hartaanval van je partner al veel minder geschrokken bent dan bij de eerste 2 keer. Zulke lekker kleine dingen. Nou, mijn moeder kan wel genieten, mijn vader trouwens ook. Mijn ouders kunnen genieten van de kleine dingen. Ik had ze een cadeautje gegeven en ja, dat vinden ze dan superleuk. Gewoon een gebaar, was niet duur. Maar wel, was gewoon een cadeautje. En daar zijn ze heel blij mee. Ik had ze zo'n schroevenvergaarbak gegeven van de Hornbach. Zo met 4 van die lagen, wel zo'n grote. En voor hun medicijnen. Mijn moeder die kan nog het beste, hè, genieten van kleine dingen. Van haar vriendinnengroep bijvoorbeeld, die wordt ook steeds kleiner. Ja, maar gelukkig merkt ze het zelf niet, want ze wordt zelf ook steeds kleiner. Dus ja, ze wordt echt kleiner. Mijn moeder krimpt. Dat wist ik wel, als je ouder wordt dan ga je krimpen. Maar dat het zo hard ging, dat wist ik niet. Maar elke keer als ik zie, dan denk ik, ben je nou weer kleiner geworden? Ik heb het er met Thomas vaak over, zie je ook? Ja, dat zie ik ook, dat is niet normaal, dat gaat hard. Het gaat echt hard, hè? Dat was zo... Thomas en ik, wij zijn al babykleertjes aan het bewaren. Zo hard gaat het. We hadden een rollator uitgezocht. En die ging ze achter staan alsof ze op een Harley zat. Echt zo. Ja, ik hoef niet zo'n shoppenmodel. Man, dat is de gewone! Maar goed, ik zou nooit grap over mijn moeder maken als ze er niet bij is. Dus hier is mijn moeder. Hier op mijn vinger. Wil je zelf nog iets zeggen tegen mensen, man? Hier is het microfoontje. Oh, shit, sorry. Oh, shit. Oh nee, ik trap tot dood, zeg. Sorry hoor. Ja, dat is even een moeilijk momentje voor mij, maar het gekke met dit soort situaties is, ja, je weet gewoon dat het een keer kan gebeuren. Maar ja, als het dan toch zover is, komt dat onverwachts, hè? Dat staat natuurlijk morgen in de krant. Cabaretier trapt moeder dood op het podium. Het publiek in Eindhoven blijft rustig zitten toekijken hoe de oude vrouw gaat vertrapt. Zulke dingen. Ik heb de angst, ik ben bang dat ik kanker heb. En niet dat ik het krijg, maar dat het gewoon al in dit lijf zit. Maar ik weet niet wat ik ermee moet. Ik kan niet naar een huisarts met een vermoeden. En een huisarts, daar ga je met een klacht naartoe. Als je last hebt van je onderrug, ik heb pijnschut in mijn onderrug, dat is een klacht. Daar kan zij iets mee. Sowieso is mijn huisarts een beetje, ja, een beetje zaggerijnig wijf. Een dik zaggerijnig wijf. Ik heb niks tegen dikke vrouwen trouwens. Dat we daar geen gezeik over krijgen achteraf in het foyer. Ik wil een dikke vrouw. Ik heb niks tegen dikke vrouwen. Laten we daarvoor opstellen dat we daarover eens zijn.
Dat meen ik serieus. Mijn eigen vrouw die is heel dik. Tenminste, ja, vind ik. Maar altijd een zinnetje van, houd maar even in de gaten. Houd maar even in de gaten? Wat is dat voor kutzin? Dacht je dat ik niet in de gaten had? Ik kom hier met pijnscheuten en mijn onderrug binnen. Dacht je dat ik ze niet in de gaten had? Wat moet ik nou zeggen? Oh, bedankt. Op de fiets springen, dan ah ja, en dan terug. Oh ja, dankjewel. Hey, ik voel ze meteen. Bedankt voor de tip. Super. Goed dat je het even gezegd hebt, dat ik in de gaten moet houden, anders had ik ze niet gevoeld. Super. Ik snap wel dat ze zakkereinig is, tuurlijk. Die huisarts tegenwoordig, heb ik gelezen, die 80% van de klachten die bij een huisarts komt, gaat vanzelf over. Ja, daar zag ik ook zakkereinig voor. En ik heb ook gelezen dat 20% die verwijzen ze door. Dan heb je kutbaan, of niet? Wat zit je dan de hele dag te doen? Ja, maar jij daarin, ga maar daarin, gaat vanzelf over. Moet bij hem zijn, moet bij hem zijn. Ga vanzelf over, ga maar naar huis, ga vanzelf over. Ga maar even in de gaten, moet je bij hem zijn, moet bij haar zijn. Je bent zo'n wegwijspaddenstoel. Je bent zo'n soort steward op een evenement. Ik vraag me wel af, hoe weet nou een huisarts welke 80% vanzelf overgaat en welke 20% ze door moet verwijzen? Hebben ze een trucje voor, hè? Ja, maar ze sturen 100% naar huis met een mededeling, die gaat vanzelf over. Komt 20% terug met de klacht die is toegenomen. En daar zeggen ze dan tegen, oh, dan moet ik jullie denk ik doorverwijzen. Ja, want ik kan er niks aan doen, want waarschijnlijk is het inmiddels uitgezaaid. Het gek is, mijn huisarts heeft nou zelf kanker. En dat is heel gek, en dat is ook heel erg. En het komt helemaal goed hoor, ze is bijna door de behandeling heen. En het is een onschuldige vorm, dus het komt helemaal goed. Maar toch, toen ik het hoorde, mijn huisarts heeft kanker, dat is toch... Ja, ik weet niet, je verwacht het niet bij een huisarts. Omdat er zijn ook mensen die kunnen het ook krijgen, wist ik veel. Had ik helemaal nooit meer stilgestaan. Ja, de huisarts van kanker. Het eerste wat ik dacht was toch, nou, blijkbaar is het niet zo'n hele goeie. Dat is toch, ja, toch wat ik dacht. En ik vond het vooral raar klinken, hoe erg het ook is, ik vond het raar klinken. Nou, huisarts van kanker, klinkt toch een beetje als de verbrande brandweer. Of, je ziet er moe uit, je bent net op vakantie geweest, ja? Ja, wat een verdwaalde reisleider. Ah. Ik was met de zwemles van Sammy. Ja, gaat heel langzaam, want ze heeft les van een verdronken zwemleraar. Niemand heeft toch fiducie in de functionaliteit van een ondergescheten vogelverschrikker? Of een diëtiste van 100 kilo? Of een dakloze hypotheekadviseur? Of een visagiste zonder hoofd? Dat soort dingen vind ik belangrijk. En ik zou er zomaar een advocaat op zetten, waren het niet dat hij nou zelf in de gevangenis zit. Dus, ja. En dan heb ik ook nog een huisarts met kanker, snap je? Vet pech. Als ik geen oh hoor, ga ik gewoon door, hè. Ja. Maar ik merk ook wel dat het spannend is nu. Ik merk dat jullie ook, maar sowieso kanker, grappen en kanker, gesprekken over kanker, is moeilijk. Dus dat weet ik ook wel. Ik kan niet wachten tot ik dezelfde vorm van kanker heb als mijn huisarts en dan een gesprek met haar. Dan zou het gelijkwaardig zijn, dan zou het niet ongemakkelijk zijn. Dan heb je een gemakkelijk gesprek over kanker. Dan kan ik zeggen, heb jij dat ook? Ja, dat heb ik ook. Ja, dat heb ik ook, ja, dat heb ik ook. Oké, dan kun je iets positiefs uithalen, want zullen we samen carpoolen naar de chemo? Slecht voorbeeld. Nee, maar ik weet dat ik er grappen over kan maken, omdat de mensen die daarmee te maken hebben, die op de oncologie werken, of mensen die het zelfs hebben juist, die kunnen er juist heel hard om lachen. Die hebben het misschien wel nodig. En daarom ben ik ook zo bang dat ik het heb. Want vorige week maakte iemand een grap over kanker en moest ik super hard lachen. En toen dacht ik, vroeger zal het toch niet hebben. Maar ik ben blijkbaar niet de enige, dus dat is hartstikke goed. Wat ik wel bewonderenswaardig vind aan mijn huisarts. Wat ik echt knap vind en ook graag. Ze heeft al die maanden van die behandeling gewoon doorgewerkt. Dat is bizar, hè? Wat verwacht je dan van je patiënten? Ik vind het bewonderenswaardig, maar wat moet ik doen? Ik kan toch niet naar mijn huisarts? En dan, ja, ik heb last van mijn onderrug. Dan zegt ze, ja, ik heb kanker. Dan ben ik uitgeluld. Dan moet ik zeggen, nou, houd maar even in de gaten. Mijn dochter, die kan gewoon 1,5 uur bij de wasmachine zitten, als Nijni in de was zit. En af en toe zegt ze dan, pap, ik zeg Nijni. Laatst had mijn vrouw, Jochen geeft me zijn knuffel. Stond ze zo voor me en ineens viel het kwartje. Ineens besefte ik, tuurlijk is zij gevallen op een gast waarvan zij denkt dat hij niks voelt. Dat hij emotioneel onbeschikbaar is en laag sensitief en geen empathisch vermogen heeft. Tuurlijk. Want als je niks voelt, dan ben je stabiel. Dat is wat zij wil. Zij denkt dat ik niks voel.
Ik voel wel iets, maar ik voel niet wat zij voelt, of wat zij misschien wil dat ik voel. En ik pak haar vast, of tenminste, zij pakt mij vast en ik kopieer haar gedrag. En we staan in die klassieke omhelzing. En zij ervaart de liefde vanuit mij die zij wil ervaren. In feite projecteert zij haar eigen existentiële eenzaamheid op de liefde die zij ervaart. En ineens besefte ik het. Ik ben gewoon een Nijni. Maar dat is niet hetzelfde als dat ik niks voel. Alsof ik geen empathisch vermogen heb, joh. Het bewijs van mijn empathisch vermogen is dat die verloskundige nog leeft. Maar laten we wel wezen. Ze is gewoon bij ons thuis geweest, hè. We hebben glazen tafel met zo'n scherp punt. Ik had gewoon een beschermrandje eraf kunnen halen. Alles in mij riep ook, doe het gewoon. Waar houd je tegen? Hoe sterk is dat nekkie van haar? Ik had met repeterende bewegingen haar gezicht kunnen reduceren tot een baklauwe Babi Pangang. Heb ik niet gedaan. Dat is een bewijs van mijn empathisch vermogen. Ik kon me inleven in haar werk. Zeg, ik kan niet verantwoordelijk zijn voor alles wat ze doet op haar werk. En misschien is dat wel mijn bijdrage aan de beschaving. Dat ik soms mijn emoties bij me kan houden en op kan kroppen. Ik heb zoveel empathisch vermogen, joh. Ik kan mezelf inleven, hè. En die gasten, die dan op een willekeurige plek in een grote stad of ergens gewoon willekeurig om zich heen schieten. Als ik me verplaats in die woede van die gasten, dan kan ik zelfs begrijpen. Het probleem in Nederland is alleen, hoe kom je in Nederland aan een wapen? En hoe breng je een groep mensen bij elkaar? Die toch redelijk dicht op elkaar zitten, moet ik weg kunnen. Misschien is dat wel mijn bijdrage aan de beschaving dat ik soms de trekker niet overhaal. Maar dat heeft ook een prijskaartje. Namelijk dat ik hier in mijn onderbuik een grote klomp negatieve energie met me meedraag. Die zich elk moment kan omzetten in een ziekte waar ik zo bang voor ben. En natuurlijk moet ik er iets mee. Ik moet er iets mee, dat snap ik zelf ook wel. Elke ruzie thuis gaat het over, joh. Jij voelt niks. Nee, voel ik niks. En dan zijn we boos, ruzie. En dan gaat zij even 10 minuten een rondje lopen buiten. Dan kan bij haar zakken. Dan kan bij mij zakken. En dan gaan we het gesprek aan samen. Want we willen het oplossen. Waar zij niet weet, ik heb zo'n boekje van een psycholoog. En daar staat dan in wat je kunt doen als je niet weet wat je kunt doen. En de kern van het boek is echt een fijn boekje. Is dat je focust je volledig op die ander. En zelfs als zij vragen gaat stellen van, hoe voel jij dan? Nee, niet intrappen, doorvragen. En er staan ook concrete zinnen in die je kunt gebruiken. Zin als, kan ik me voorstellen. Ja, bijvoorbeeld, of, ik merk dat je boos bent. Vind ik zelf heel fijn. Of, ik vind het vervelend voor jou dat jij je zo voelt. Ja, maar echt dingen waar je zelf nooit op zou komen. Dus. Ik hoor de deur in het slot vallen, dus ik zet het boekje weg. En ik verwacht een scheldkanonade, een tirade van scheldwoorden. Die bleef uit, ze stond voor me met tranen in haar ogen. Jochen, ik hou van je. Ik zeg, ja, dat kan ik me voorstellen. Oké, maar wat voel je dan voor mij? Nee, niet intrappen. Doorvragen. Ik zeg, hoe komt het dat jij zoveel van mij houdt? Oh, je bent zo egoïstisch. Ik merk dat je boos bent. Nee, ik ben verdrietig. Oké, je bent verdrietig. Ja, ik ben verdrietig. Oké, je bent verdrietig. Ja, ik ben verdrietig. Als je niet weet, kun je het gewoon herhalen. Dat is altijd goed. Herhalen is altijd goed. Als je even een zinnetje kwijt bent, gewoon herhalen, komt vanzelf weer naar boven. Dus, oké, dus je bent verdrietig. Ja, ik ben verdrietig. Oké, dus je bent verdrietig. Ja, ik ben verdrietig. Ik merk dat je boos bent. Je moet haar ook even de gelegenheid geven om erin te komen. Hè? Dat is ook niet eerlijk. Zeg, ik kom koud binnen, ik heb mijn voorstander bereid, is het niet eerlijk. Ik zeg, liefje, schatje, ik vind het vervelend voor jou dat jij je zo voelt. En zegt echt, oh nou, fijn dat je me begrijpt. Nou, zand erover dan. Snap je? Ja, binnen 3 zinnen. Ik was er binnen 3 zinnen. Is die man nou, kijk, geef me de titel van dat boekje.
Het heet omgaan met peuters. Wat ik niet wist, want je leert zoveel. Wat ik niet wist, is dus dat je als een vrouw een probleem heeft, dan hoef je helemaal niet op te lossen. Wist ik veel? Wist ik niet. Ik wist het niet. Dan kwam mijn vrouw thuis en zei, ik vind het niet leuk om werk. Dan ging ik meteen gewoon gaan praten met je baas. Ga je met socializen met je collega's, biertje drinken. Laat je omscholen, bijscholen of overplaatsen. Ga een tijdje reizen, studeren, doe een tijdje niks, kijken wat er gebeurt. Oplossingen. Dat hoeft helemaal niet. Wist ik niet. Nee, maar je hoeft alleen maar te luisteren. Hoe relaxed is dat? Wist ik niet. Ik heb jarenlang helemaal voor niks hersenactiviteit gehad. Mijn vrouw is gewoon, blijkt nu achteraf, een soort kruiswoordpuzzel. En die hoef ik niet in te vullen. Dat is relaxed. Een vreemde munt van 9 letters. Weet ik niet. Maakt niet uit. Hoef dat niet in te vullen. Je hoeft alleen maar mee te voelen met die omschrijving. Want 9 letters? Dat is veel hoor. 9, ja, is heel veel. Het is een vreemde munt. Ik vind het ook vreemd hoor. Het is een vreemde munt. Hij is heel vreemd. Zat! Sorry! Het gaat dus niet over de oplossing, als het probleem maar heel de tijd herhaald kan worden. Dat is belangrijk. Als ik zo eens over nadenk, denk ik van ja, een kruiswoordpuzzel, dat is wel echt een topuitvinding voor vrouwen. Een boekje vol met gecreëerde problemen, nietje erin, hop mee op vakantie. Lekker lang buigen over dingen die er niet te doen, 2 weken lang. En het probleem ontstaat pas echt, daar zijn ze geraffineerd in, als er geen probleem is. Als er een dag of 3, 4 geen probleem is, dan voelen ze ook niet meer dat ze leven. Dan raken ze in de war. Kunnen ze geen probleempje vinden zo snel. En dan leent ze een probleem. Dan gaat ze bellen, een rondje, in een vriendinnengroep. Er is eigenlijk altijd wel iemand met een probleem. Dan gaat ze daarin hangen. Heb je dat gehoord van Anita? Oh, dat is echt super erg voor Anita. Oh, dat vind ik zo erg voor Anita. Ze zegt heel erg voor Anita. Zij noemt het dan empathisch vermogen. Ik noem dat gewoon het probleem van Anita. Waarom ben je altijd zo gesloten, joh? Waarom ben je nooit open? Je bent altijd gesloten. Waarom ben je altijd zo gesloten? Ja, moet je verkeering nemen met de Efteling, die is altijd open. In Tilburg is een problemenbibliotheek, weet ik zeker. Want we hadden gesteggel over een klein dingetje. Lag op de aanrecht, had er niet moeten liggen, denk ik, weet ik niet. Er was gewoon gesteggel over. Gingen ze 3 kwartier de stad in, kwamen ze terug, begon ze er weer over. Op precies hetzelfde dingetje. Ik denk, oh, die is even naar de bieb geweest. Probleem verlengen. Ja, ze heeft ook een dagboek. Schrijft ze de problemen van zich af? Zegt ze dan, nee, je schrijft ze niet van je af, je schrijft ze op. En als je ze niet meer weet, kun je ze terugvinden. Dat is wat je aan het doen bent. Er zaten problemen uit de toekomst. Oh, ze is een soort visionair. Kan helemaal niet, hè? De toekomst is er niet. Snap je? Die problemen zijn er ook nog niet, maar zij heeft ze al. Ze is een early adapter van troubles. Ik weet niet hoe ze het voor elkaar krijgt. Ik denk elke keer als het gebeurt, denk van hoe. Ze stond naar buiten te kijken, het was zondagavond. Sammy lag al in bed en de hele avond lekker hebben nog voor ons. Wat te gek. Ik had er gekookt, 3 gerechtjes gemaakt, het eerste voorgerechtje op tafel gezet. Was geen moeilijk gerechtje, wel haar favoriete voorgerechtje. Bloemkoolrijst met een beetje roomsaus, een beetje dille. Ik had rosé ingeschonken. Ik hou niet van rosé. Zij houdt van rosé. Ik denk, doe ik mijn haar mee. En dus ik loop, zeg, schatje, het eten staat op tafel, proost. Ze zei, ja, proost. Keek ze naar buiten en zei ze, ik hoop niet dat Sammy hier voor de deur wordt doodgereden. Nee, maar waar komt dat vandaan ineens? Dan moeten ze dat dan niet gewoon vragen als je gaat trouwen. Van bent u bereid om de onvulbare put van gebrek aan aandacht van elke dag opnieuw te vullen met uw tijd, emotie, energie en aandacht zonder erbij een concrete oplossing aan te dragen? Zodat exact hetzelfde probleem dagelijks in u kan vreten tot u volledig bent weggeteerd door de kanker van haar slachtofferschap. Wat is er op uw antwoord? Ik wist niet dat ik het in me had, joh. Ik wist echt, dat wist ik niet. Dat is zo achteraf tof, maar ik vond op het moment zelf was het gevaarlijk. Ik voelde echt tof. Ik liep weer richtingloos door de stad. En dan was ik pas zo mijn ziel onder mijn arm. En ik maakte de fout om bij mij op Breda's weg in Tilburg, om met de stapperij Cor Bloem, om naar binnen te lopen tijdens lunchtijd. En er zaten allemaal mensen ja, met richting, die wel richting hebben. En het enige wat ik voelde was, ik heb een saai kutleven. En ik stond met mijn jas nog aan, ik stond een beetje zo op een tafeltje te zoeken, want het was heel druk. En op dat moment komt er een vrouw naar mij toe. En die zegt zo, meneer, bent u mijn afspraak? En ik denk, fuck it, ik ga gewoon meespelen. Ja.
kan mij het schelen. Dus ik zeg, ja, dat klopt. Ik ging meteen ook anders praten. Zeg, ja, dat klopt. Hij zegt, oh, nou, ja, meneer Van Dachtel, ik ben Judith Steenhorst. Ik denk, oké, onthouden. Ik ben Van Dachtel, hij is Judith Steenhorst. Het was gek, want van binnen ging ik zenuwachtig en nerveus. Maar van buiten stond ik daar. Nu gebeurt er iets. Nu voel ik dat ik geen saai kutleven heb. Dat is wat ik voel. En dat is goed. Maar ik was heel bang dat die echte afspraak binnen zou komen. Dan was het feestje voorbij. Dus ik denk, ik moest je bedenken. Ik zeg, Judith, zullen we ergens anders heen gaan? Want ik vind het hier veel te druk. Te rumoerig. En zei ze, ja, dat is goed. Ik denk, oké, dat is goed. En toen kwamen we buiten. En op het parkeerterrein zeg, kan ik met jou mee rijden, Judith? Want ik ben zelf op de fiets. En toen zei ze, nou, dat is bijzonder. Voor een directeur. En ik denk, yes! Haha, mijn directeur! Vet! Ze liepen naar haar auto toe. Ging een beetje anders lopen. En er stond zo wat bestickerd. Dus ik denk, even kijken wat voor werk ze doet. Want ik had geen idee wat die vandaag voor doet. Want ik denk, ja, daar kom ik zo wel achter. Er stond zo werelds, bureau voor werving en selectie. En ze in mijn hoofd meteen van, werelds, dat is gewoon een mooi bureau voor werving en selectie. Dat want daar gaat maar door, hè, die ideeën. Dat is verschrikkelijk. Maar dat is, ik kan niet uitzetten. Hè. Dat gaat maar door. We hebben naast haar gezeten en op een gegeven moment, ja, we gingen een stuk ringbaan, snelweg, hebben we bijna 10 minuten in de auto gezeten. Ze hebben begonnen te praten over kandidaten die ze wilden plaatsen en ik ook, ben niet de enige met saai kutleven, heb ik weer. Maar we kwamen zo bij Van der Valk bij het restaurant, kwamen zo een parkeertrein oprijden. Ik zeg, Judith, hou hem erover op, je mag ze allemaal plaatsen. Ik denk, ik ken Hilde van Dachtel niet, ik hem uitgeven. Toen zei ze, alle 12? Ik denk, oh, dat is wel veel. Maar ik kom niet meer terug, ik zeg, ja, alle 12. Maar kan dat zomaar? Ik zeg, ja, tuurlijk kan dat zomaar. Ik ben directeur, hè? Ik neem hier de beslissingen. Bam! Ha! En ik zat goed in mijn rol, maar te goed. En er vloekt ook dingen uit waar ik geen controle over had. Ik zeg, ja, jullie zaken gezien en zijn we eruit nu. Dus ik kan me in principe terugbrengen naar mijn fiets. Maar ik heb 2 uur staan voor deze afspraak, dus we kunnen hier ook een kamer nemen. Laat ik jou Loeken van de kamer staan. Ik schrok er zelf ook van, maar er was niks te zien. En zij schrok ook. Heel even. En daarna een beetje een ondeugend lachje zo. En toen zei ze zo, ja, is goed. En ik, oh. Tot zover had ik het niet doorgerekend, hè. Het was raar. Het was echt zo raar. Maar ook, zij bleef mij ook heel de tijd Van Dachtel noemen. Meneer Van Dachtel. En ik bleef haar heel de tijd Judith Steenhorst noemen. Heel raar. Ze zei dan, oh, meneer Van Dachtel, ik zo lekker. Meneer Van Dachtel, ik heb zo'n mooi lijf. Meneer Van Dachtel. En ik, jij ook, Judith Steenhorst. Ik registreerde wel dat het raar was, hoor. Ik bedoel, dat bedoel ik niet. Maar ik kon het gewoon niet meer wijzigen. Het was gewoon, leuk zo lekker, meneer Van Dachtel. Jij ook, Judith Steenhorst. En mensen zeggen dat ik geen empathisch vermogen heb, maar ik kon er prima in leven, meneer Van Dachtel. Prima. Op een gegeven moment was het niet meer tof, want dan zei ze zo, je hebt zo'n schitterende lul, meneer Van Dachtel. Echt een prachtige lul. En dat vond ik niet tof. Ik vond het niet tof. Want ik weet hoe die wijven zijn, uiteindelijk kunnen ze toch de bek niet houden. Dus ik ga ze praten met vriendinnen en over 2 weken doe ik de ronde in Tilburg van die Van Dachtel heeft schitterend lul. Terwijl, hé, dat is mijn lul! Vind ik niet tof! Ik zeg, zeg maar iets anders. Ze zegt, ja, wat moet ik zeggen? Ik zeg, zeg maar meneer de directeur. Dat vind ik ook wel een keer leuk. En zei ze, oh meneer de directeur. En ik zeg, hé, hier de Steenhorst, dat was heel gek. Ze zat zo, knie zo op bed gezet zo. En hier zo, en dan één hand zo bij de billen zo. En om gat groot te maken, weet ik veel. Ik weet niet. Ik weet helemaal niks. En deed zo met haar haren zo. En ik ging ook haar geluidjes nadoen. Dat was ook zo raar. Ik registreerde ik ook zelf. En sta ik er nou gewoon haar gedrag te kopiëren de hele tijd? En zei ze zo, meneer de directeur, woe! En dan deed ik zo, hey, Judith Steenhorst, woe! En dat werd ook erger. En dan zat ik in mijn crescendo, oh, woe! Judith Steenhorst, yes! Woe! Nou, in principe wat er in werkelijkheid gebeurde is, zij kwam op mij aflopen en ze zegt, meneer, bent u mijn afspraak? Ik zeg, ja, nee. Ik heb zo'n saai kutleven in mijn nek. Mijn leven is gewoon een aaneenschakeling van gemiste kansen. En voor de mensen die zich nou een beetje druk maken over, ja, Maria, mijn vrouw, dat ze zich vervelend hierbij voelt of weet ik veel wat. Of, ja, is niet leuk wat hij over zijn vrouw zegt en sowieso vindt vrouw onvriendelijk. Maak je geen zorgen. Maria die neemt wraak namens alle vrouwen in Nederland voor alles wat ik zeg over
haren voor vrouwen. Op een geraffineerde manier, hè? Ik bedoel, we hebben een kind samen, dus dat is genoeg reden om bij elkaar te blijven. Maar stel, we hadden geen kind, zou ik toch daar blijven vanwege het raffinement in het nemen van wraak. Dus ze heeft bijvoorbeeld een keer mij getagd op een Facebookpagina van neonazies. En er stond zo'n neonazi, zo'n kale gast of zo, hij was alleen van achteren te zien. Dus je zag zijn gezicht niet en daar had, die had ze getagd. En had ze bijgezet met Jochen Otten. En zo als bijschrift, ik sta er zelf niet achter, maar ik vind dapper van Jochen dat hij opkomt voor zijn eigen mening. Er is één foto, één foto waarop ik huil. Dat was op het moment dat mijn dochter blauw ter wereld kwam. Dat gedoe met die vloskunde. Het was in het ziekenhuis, ik wist niet dat het goed zou komen. Ik zit op zo'n stoeltje. Zo'n gang, verdriet en wanhoop op mijn gezicht te zien. Foto's van dichtbij genomen, je ziet een traan vallen. Een heftige foto. Veel verdriet. Die foto's genomen door mijn moeder, want ja, die voelt ook niks. Dus die komt gewoon binnen en denkt, oh, daar redden onze jachtje. Leuk. Die foto heeft Maria op haar tijdlijn gezet. Met de bijschrift, Willem II weer verloren deze week. Maar ze heeft het zelfs geflikt. Om te rommelen in het zwemtasje van Sammy. Ik pak dat altijd in, hè, met Sammy. Samen. Zorgvuldig. Juist de Zwitserl shampoo, die prikt niet. Een roze elastiekje, dat vindt ze mooi, met van die plastic diamantjes. En maar vooral wat belangrijk is, het Hello Kitty badpakje. Had ze eruit gehaald, Maria? En toen een twee badpakje teruggedaan. Wat denk je dat er gebeurt op zwemschool? Wij komen eraan, ze ziet het badpakje. Ik wil het maar weer! Janken, ik me schamen. Ik zeg, schatje, weet ik ook niet hoe dat kan. We hebben alleen dit badpakje. Ik kan het niet aan. We hebben niks anders. Je doet gewoon dit badpakje aan. Je houdt dit badpakje aan. Trappelende beentjes. En ik opklimmende agressie inwendig. En ik doe die deur nog open. En ik kijk naar al die ouders. Die daar al staan, want wij zijn te laat natuurlijk. Kijken allemaal om. Wat denk je dat die zien? Een kale, agressieve gast. Een meisje van 6 en wil om 2 badpakken ernaast. Tranen en rogen. En ik zeg nog net op het laatste moment van, jij houdt gewoon dit badpakje aan! En ik realiseer me dat ik in 1 seconde, terwijl mijn vrouw zich thuis op de bank ligt te verkneukelen bij het idee, ben getransformeerd van een, ja, redelijk erudite, belezen intellectueel die ik toch ben, in een soort voetbalmongool. En in plaats van het op te lossen, maakte ik nog erger. Ik zeg, de badpakje heb ik niet in de tas gedaan, heeft mijn vrouw verwisseld. En wie denk je dat dat gelooft? Niemand! 0 mensen in totaal! 0! Dat is zo onterecht, ik snap het plaatje wel. Ik snap het plaatje wel, zo'n hoedje met zo'n meisje. En dan 2 badpakken, ik snap het wel. Maar ik vind het gewoon onterecht, ik had de waarheid aan mijn zijde. Ik sprak de waarheid en niemand die je gelooft. Het is verschrikkelijk. Het voelt alsof ik zo een bakkerij binnenren zo. En dan tegen iedereen meteen begint te beweren van, even voor iedereen, ik heb niks met Sesamstraat. Meneer, ik hoor, ik heb niks met Sesamstraat. Mevrouw, ik heb helemaal niks met Sesamstraat. Iedereen gehoord, ik heb dus niks met Sesamstraat, oké? Oké, ik heb niks met Sesamstraat. En dat iedereen dan kijkt, en dan sta ik daar in een pinopak. Zo voelde ik me. Dat mensen ook vragen gaan stellen. Waarom heb je dan een pinopak aan? Wat? Je pak voor Pino aan. Wie is Pino? Van Sesamstraat. Ik ken die gast niet. Ik heb niks met Sesamstraat. Dat zeg ik net de hele tijd. Ik heb net 6 keer gezegd dat ik niks met Sesamstraat heb. En waarom heb je dan een Pino pak aan? Ja. Lak bovenop. Mijn goofje pak zat in de was. Ik denk, trek dit aan. Nou, ik geloof het niet. Prima. Ben ik al aan de beurt? Ja. Ja, ik geloof het lekker niet. Maar jij weet het. Ja, het is waar. Dat geloof ik niet aan. Prima. Ja. Mag ik een Bert en Ernie brood gesneden? Een Bert en Ernie brood gesneden voor meneer. Hoe wilt u het gesneden? Grof, grover of supergrover? Ja, supergrover. Ja. Anders nog iets. Ja, mag ik een zakje Cookie Monsters? Groot, klein of inimini? Inimini, zat. Ja. Heb je ook koolhydraten, staartjes, arm brood of niet? Nee, dan had ik het zo. Want in het tasje neem ik zelf een dikke dikzakje, dus ik kan het wel zien. Hoeveel is het? 7 euro. Poei. 1, 2,
3. 4. 5. 6. 7. 7 euro. Het schijnt dat ik ook niet altijd uitstraal wat ik voel. Maar zien jullie wel dat ik redelijk gefrustreerd ben? Dat is ook zo'n prijskaartje hè, van het opkroppen van je emotie. Dat je op een gegeven moment geen controle meer hebt over wanneer het eruit komt, die agressie. Dat was in Valencia, waar zat een kind te janken op het terras. Oh, dat was zo erg, ik trok het niet. Ik trok het gewoon niet. Dat was zo hard en lang te janken, joh. En op een gegeven moment, ik ben er ook niet trots op, maar ik ben opgestaan. Ik ben erheen gelopen en ik heb dat kind geknepen. Nee, ik moet goed zeggen, ik ben opgestaan, ik ben naartoe gelopen, ik heb dat kind geknepen en toen begon te janken. Precies, dat is het. Goed zeggen. Ik heb het idee dat die negatieve klont energie groeit elk moment dat er iemand iets doms zegt. Laatst zei zo'n gast, die zei, ik heb een auto erheen gehad. Ik kreeg er best wel veel voor terug. Dat was een beetje onzekere gast, ja, hoeveel dan? Ik keek hem strak aan, zei hij... Oh, 2.000, 3.000, 4.000 euro. Ik denk, dat is een gaaf bedrag, of niet? 2.000, 3.000, 4.000 euro? Wat is dat voor bedrag? Moet ik nou, is dat een prijsvraag? Moet ik gokken? Wat is dat? Weet je het niet meer? Vorige week heb ik meer geld. 2.000, 3.000, 4.000 euro. Wat is er gebeurd met de inruilwaarde van je auto tijdens het uitspreken van die zin? En ik weet wat er aan de hand is. En hij zet in op 2.000 euro. En hij denkt aan mij af te lezen. Oh, dat is volgens mij veel te weinig. En hij wil geen gezichtsverlies leiden. Dus doet er 1.000 euro op, 3? Nee? 4.000? 4.000, ja? 4.000. Je kunt er niet meer alles doen. Ja, ik heb nou 2, 3, 4 kinderen. De jongste zit nou in groep 1, 2, 3. En inmiddels groep 5, 6, 7. Die oudste zit alweer middelbare school universiteit. Dus dat gaat hartstikke hard. Ja, zo gaat het hard, ja. Wat ik altijd doe is met zijn gast meteen jatzeeën. En dan gooi je me 1 dobbelsteen en dan hop, grote straat, 2, 3, 4, 5, 6, jij bent, bam! Ik bel aan. Ik sta daar gewoon. Het feit dat ik aanbel, betekent dat ik daar sta. Achter mij staat Maria, we gaan naar een familiefeestje. Moeten we niet meer doen, blijkbaar hebben we geen zin in. Toch gaan we altijd, ik weet het niet. Ik bel aan, deur gaat open. Eerst wat mijn neef vraagt, hey, kon je het vinden? Wat is dat voor kutzin? Wat moet ik zeggen? Nee, we rijden rondjes in de wijk. Alles lijkt hier op elkaar. Bel ons anders even op. Loods ons hierheen. Zo'n stomme, domme zin. Of is het geen stomme zin? Is het niet dom? En weet hij dat Maria en ik ons eigen ritueel hebben als we naar een familiefeestje gaan? Wij vinden dat zo saai, familiefeestjes, dat we ons eigen ritueel hebben ontwikkeld. Om de avond voor onszelf leuk te houden. Vinger ik mijn vrouw een kwartiertje in de auto voordat we naar binnen gaan. Even auto neerzetten, even relaxen, kwartiertje vingeren, naar binnen, handjes geven. Superleuk. Misschien heeft mijn neef dat gezien. Dat hij daarom zegt, zo, kon je het vinden? Nou. Nee, maar dan kan ik gewoon eerlijk blijven. Dan kan ik zeggen, hè? Nee. Toch, Maria? Nee. Ik doe maar wat. Nou, dan kun je naar binnen. Handje geven, familiefeest, zo saai. Dus ook altijd, bij ons familie is er altijd een vrouw. Die is dan uitgenodigd, omdat ze blijkbaar anders gaat klagen over geluidsoverlast. Ik weet niet, niemand kent haar ook. Ze heet Monique of Monique, dat weet ook niemand precies. En die is altijd heel blij, heel erg opgemaakt, veel te dik. Je denkt van, waar sta je allemaal te verbergen, joh? Met je emotie en met je make-up. Heel de avond zo, rustig. Er is niks aan de hand, doe gewoon relax, joh. En ze is in de vorm van een peertje, is ze. En die vent is ook een peer. Gewoon, ze staan altijd naast elkaar, twee van die peertjes. Heel klein ook, om indruk te geven van hoe klein ze zijn. Als je de pinda's op het staantafeltje in het midden zet, kunnen ze er allebei net niet bij. Zo klein zijn ze. En ze speelt zich altijd af in de race. Mijn familie, heel veel van mijn familie woont in de race of in Tilburg. Ik weet niet of jullie Tilburg een beetje kennen. Tilburg is eigenlijk een soort industrieterrein. En daar ligt een ringbaan omheen. Daar buiten liggen weilanden, wietteelt en industrie nog. En daar buiten liggen woonwijken. En de lelijkste woonwijk, dat is de Reeshof. En ik ben trots op Tilburg. Hè. Tilburg bouwt aan haar stad, dat vind ik mooi. Dat gaat zo, dat ziet er zo uit. Er gaat een architect gaat naar de wethouder en zegt, ik heb een huis getekend. En dan zegt de wethouder zo, godsamme, dat is lelijk. Zet maar zo ver mogelijk weg.
En zo is de race ook ontstaan eigenlijk. En die mensen die daar, die zijn daar gaan wonen, maar die zijn in die wijk gezakt. Dus die zijn daar gaan wonen, ik denk 20 jaar geleden of zo. En dan hebben we schilderijtje opgehangen, televisie aangesloten. En heeft die vent gezegd, zullen we even de stad in? En heeft die vrouw gezegd, ja, dat is 35 minuten fiets, joh. Oh, blijf hier. En die zijn gewoon in die wijk gezakt. En die vrouw die staat altijd de vent af te zeiken om zelf beeld op te krikken. En dan zegt ze altijd, ja, als Brad Pitt hier bij ons voor de deur stond, nou, dan wist ik het wel. En dan slaat ze altijd zo tegen die vent aan, waar niet erg is bij een peertje, want ja, misschien toch gewoon terug. Is niet erg. Maar ik vind het zo gek, ja, als Brad Pitt voor de deur stond, nou, dan wist ik het wel. Eigenlijk zegt zij gewoon, ik vind mijn eigen vent lelijk. Waar iedereen bij staat. Eigenlijk zegt ze, ik ben hartstikke ongelukkig zo. En ik wil een andere vent die mij dan uit het ongeluk trekt, want dat kan ik zelf niet. En dan moet een knappe vent zijn en hij moet ook zelf aanbellen, anders moet ik echt hartstikke veel moeite doen. Los van al die gedachten, is toch het eerste wat bij mij opkomt, de vraag, wat denk je nou eigenlijk dat Brad Pitt te zoeken heeft in de racehof in Tilburg? Wat denk je dat Brad Pitt met zijn beentjes zo zit te badderen? In een zwembadje van zijn vakantiehuisje. In Florida. En zit de vallei in te kijken. Met een gelukte cocktail in zijn hand met een kers erop. En dan zit een beetje shit te kijken. Komt de beste maat van Brad, die komt eraan. En die kent hem goed. Die zegt, hé, Brad jongen, wat is het? En dat Brad dan zegt zo... Ja... I miss something. Hey, ik mis iets. En dat die vriend dan zegt van, ja, Brad, jongen, ik snap precies wat jij bedoelt. Weet je wat jij moet doen? Jij moet naar de racehof in Tilburg. Daar schijnen vrouwen te wonen. Als jij dan voor de deur staat, dan mist ze het wel. En dat Brad dan zegt van, really? Hè, echt? Tell me more about the racehof. Vertel me meer over de racehof. En dat die vriend dan ronduit gaat vertellen. Oh, de racehof, jongen. Dat is een schitterende wijk. Alleen maar lekkere wijven. Overal lekkere wijven. Als ze nou 20 zijn of 60, dan zit geen sleet op. Ze hebben het allemaal goed geregeld. Alimentatie goed geregeld. Opa en oma wonen dichtbij. Volle parkeergelegenheid. Er zit een hartstikke gezellige brasserie in het overdekte winkelcentrum. En je hoeft in feite niet zo heel erg lang te wachten voor een vergunning voor eventueel een dakpel. En dat Brad Pitt dan denkt... Ik ga naar de racehof! Ja, maar mij lijkt het zo tof als je ook echt een keer naar de racehof komt en dat haar wijf daar niet thuis is. Oh, daar wil ik bij zijn. Dan komt ze thuis met de boodschappen en dan komt die overbuurvrouw natuurlijk naar buiten van... Monique! Of Monique! Weet jij wie hier net voor de deur stond? En dan zei... Nee. Brad Pitt! Ach, flikker toch op, Brad Pitt, flikker toch op. Ja, het is serieus, Brad Pitt, ja. Ik ben 10 minuten aan te bellen. Ach, zo niet, Brad Pitt. We minder nou. Ja, serieus, Brad Pitt heeft over de schutting gekeken. Nou, ze op de raam staan kloppen, maar gaan we achter niet. Godverdomme. En toen? Ja, toen heeft hij bij Miranda aangebeld. Mijn Miranda? Godverdomme, slet! Was toch ook een sloerie ook, hè? Komt 10 minuten laat thuis. En meneer zit lopnamer. Ik heb het helemaal gehad, heel die Brad Pitt. Als ik er sowieso over nadenk, ja! Heb ik al die jaren ook veel meer gehad met George Clooney. Soms dan ook ineens van mijn kinderen. De momenten dat zij met haar vriendinnen en vriendjes is van school, die zijn het mooiste. Dat ze in haar eigen sociale omgeving. En dan ziet ze niet dat ik kijk. Dat is prachtig. Maar al die kindjes zijn leuk. Zijn allemaal leuk. Behalve één kutkind. Cindy. Die luistert niet. Die molt alles. En ik zie Cindy binnenkomen en ze loopt regelrecht naar de cellen van mijn vrouw. Mijn vrouw, die celliste. Dat is haar werk. 10.000 euro is een ding. Vind ik duur voor een middagje spelen. Dus ik denk, hier moet ik iets mee. Dus ik ben er naartoe gelopen, met alles wat ik gelezen heb. Ben ik rustig blijven, Jochen. Ben door mijn knieën gegaan. Ik heb haar aangekeken. Ik heb haar naam gezegd, Cindy. Vriendelijke stem.
Cindy, wil je mij beloven? Want dan, ja, dan zit ze in het complot, in feite. Dat je van die cellen afblijft. En ze zegt, ja, dat beloof ik. Ik denk, top. Pedagogisch gezien, 100 punten. Dus ik loop naar de keuken en ik sta in de keuken. En ik hoor de strijkstok zo over die snaren gaan. De paarden die vliegen eraf. En ik denk, joh, rustig blijven. Gewoon rustig blijven. Ik loop er naar toe, ik ga door mijn knieën. Ik kijk eraan, ik zeg, Cindy, ik ga jou geen straf geven. Dat helpt niet. Ik ga je wel even wijzen op de consequenties van jouw gedrag. Wat voor mij precies hetzelfde is, maar ja, voor zijn boekjes niet, dus weet ik veel. Als jij naar die cello loopt, je hoeft niet eens aan te raken, maar als jij richting de cello gaat, breng ik jou meteen naar huis. Dan is jas aan en naar huis. Ja? Oké. Ik loop naar de keuken, ik kijk nog even één keer om en het lijkt net alsof ze erop gewacht heeft. Want ze ziet dat ik kijk en ze slaat die cello, flap, uit de standaard, op de grond. Klein. Ik denk, Jochen, alles wat je geleerd hebt, rustig blijven. Dus ik loop aan hem toe. Ik zeg, waar ga je de koren moet vandaan om met je klauwen en allemaal spullen te zitten? Hier met die strijkstok, jas aan opgesoden, flikker, ik hoef je nooit meer te zien, nooit meer. Op, je bent een kutkind, die strijkstok hier, geef die strijkstok hier. Moet ik me in je reet houden? Nou, en daar maakte ik in principe mijn eerste foutje. Ja, want ik was in alle consternatie, was ik vergeten om door de knieën te gaan. En ja, dat moet je nooit doen. Kinderen raken in paniek. Mijn eigen kind stond ook te janken en daar zullen alle vaders wel hebben. Maar ik dacht toch even van, nou, mijn kind jankt mooier dan andere kinderen. Dat is heel even wat ik dacht. Cindy durfde niet meer mee naar huis. Ook zo'n gek moment. Ja, Maria moet mij naar huis brengen. Ik zei, nee, ik neem mijn eigen verantwoordelijkheden over wat ik doe. Jas aan en ik ga je naar huis brengen. Durfde ze niet mee. Ik durf niet met jou mee. En dan weet ik ook, je moet een kind zelf laten kiezen. Ja, dan hebben ze het gevoel dat ze controle hebben over hun eigen leven. Dus ik zeg, je kunt mee naar huis lopen of ik sleep jou naar huis. Nou, ik slepen. Het was afgelopen december. We vier van die dagen heel koud. Was een beetje sneeuw en een beetje ijs. Super makkelijk, ging heel makkelijk. Maar ik zat emotioneel helemaal dicht. Ik kwam buurman tegen, jank het kind. Hey buurman, hallo. Ik heb niks door. Aangebeld, die moeder uitgelegd. Die vader vond het niet tof, die zei niks, stond erachter. Ze zijn allemaal opgekropte hoeden, ik denk, dat ken ik, weg hier. Twee dagen later, telefoontje. Of Cindy dan toch nog een keertje mocht komen spelen, om het vertrouwen te herstellen. Ik zei, is goed. Ik kom op woensdag, in mijn achterhoofd dacht ik, ja, wacht even. Ja, dan heb ik maar een uurtje, want dan moet samen naar de zwemles. Dus het is wel goed, heb ik maar een uurtje. Klei op tafel, Lego, Playmobil. Ik kan niet kapot, deuren dicht, komen sneeuwballen niet binnen, cellen naar boven, alles wat kapot kan naar boven. We zijn allemaal goed voorbereid. En na een uur, niks gebeurd. Oh, ik ben blij. Zin in huis gebracht. Aangebeld. En het was echt koud. Het was dat tussen de rits van Sammy. Dus ik zeg zo, gaat het nou? Een lipje. Doe. Lukte niet. In die tijd dat ik met mijn rug naar Cindy zet, doet zij. Zo met haar tong legt ze op een koude brievenbus. Zo. Maar dit is blijkbaar wat kutkinderen doen als je even niet kijkt. Nee, maar goed, wist ik veel. Ik zag het niet, dus ik zit hier zo. En ik had aangebeld, dus die moeder staat in de gang en die hoort. En die trekt de deur open. Kind janken. En blijkbaar heb ik ook het talent om de helft van de werkelijkheid gewoon uit te zetten. En hier gewoon door te communiceren. Want zij van, wat is er gebeurd? Ik zeg, nou, we hebben een Playmobil gespeeld, hartstikke goed eigenlijk. En ik voelde ook wel dat hier heel veel aandacht naartoe ging. Dus ik dacht, ik moet hier iets mee. Dus ik zeg, ja, ik denk dat het dak er een beetje uitkomt. Wat is dat voor kutzin? Ik denk dat het dak er een beetje uitkomt. Dat is echt een rare zin. Zeker als je kijkt en je ziet dat het kind helemaal onder het bloed zit. Toen keek ik naar boven, toen stond die vader daar. Ik denk, oké, hij gaat mijn vloer. Waar mijn kind bij is. Dus ik zeg, ik heb niks gedaan. Ik bel aan, er was niks aan de hand en de deur gaat open en alles zit onder het bloed. Wie denk je dat gelooft? Niemand. Nul mensen. Stond ik weer in mijn pinopak. Ik moet weten wat er aan de hand is. En ineens zie ik zo het puntje van haar tong op de brievenbus zitten. Ik zeg, oh gelukkig, daar is het puntje van haar tong. Dat is een rare zin hoor. En die vent die kijkt. Dit ga ik niet overleven als hij nu uithaalt. Zoveel haat in die ogen joh. En hij kijkt nog een keer en hij valt flauw. Dus ik hardop, oh gelukkig. Ik denk, ja, vijand minder.
Maar ik zei allemaal rare dingen. Ik zat echt helemaal vast. Ik zat helemaal dicht emotioneel. Ik schijn ook niet eens gezegd te hebben van, nou, jullie redden het zo. De deur gaat dicht. Ik zeg tegen Sammy, zal ik jou maar naar de zwemles brengen dan? En toen zei Sammy iets en ik hield zoveel van haar in één keer. Ik wist ook dat het mijn kind was. Dat weet je als man nooit. Mannen laten geen DNA-test doen. Je weet het nooit zeker. Maar nu wist ik het zeker. Door wat ze zei. En ik voelde ook, ik moet voor haar zorgen. Er is niemand, ook niet Maria. Ik ken haar beter dan Maria haar kent. Want ik zei, zal ik je naar de zwemles brengen? Toen zei ze, nee, want Cindy moet nog zeggen, bedankt voor het spelen. Zo prachtig. Ik vond het zo mooi. En niet dat ze geen empathisch vermogen heeft, maar dat je het niet kunt zien aan haar. Tuurlijk heeft Sammy empathisch vermogen. Zij heeft het summum bereikt, het toppunt van empathisch vermogen. Zij kan liefde ervaren vanuit haar knuffel. Beter wordt het niet. En dat is mijn hoop voor de mensheid. Dat wij ons kunnen verplaatsen in andere mensen. Maar dat we ook zoveel kinderlijk inlevingsvermogen hebben dat we ons kunnen verplaatsen in niet levende dingen als knuffels of de aarde. Maar ik ben zover niet. Ik kan me niet eens inleven in een vliegje. Sterker nog, ik vind het kutbeesten. Waarom zitten er vliegen in mijn plafonnière? Welke vlieg denkt, oh dat is slim, ik ga in de plafondlamp zitten. Als iemand ligt, dan doet je fik af. Nee, maar serieus, hoe komen vliegen in mijn plafonnière? Waarom zitten er vliegen in mijn plafonnière? Die beesten hebben 3 dagen te leven. Wat denk je dan als vlieg? Je ontpopt je als larf, je slaat je vleugeltjes uit. Dan denk ik, ik heb 3 dagen te leven, wat zou ik vandaag doen? Ik weet het al. Een kleine zwarte puntje poepen in de plafonnière. Want dat is wat ze doen. Kleine zwarte puntje poepen. Die je er niet afkrijgt. Er zit een muur vast. Er zit keihard die dingen. Er zit een muur vast. Ik heb met je nagel als kuurspoortje, krijgt het niet af. Muur vast die dingen. Ze zit keihard afvreten die beesten. 10 seconden lijm. En dan moet je zo over nadenken. Als je 3 dagen het leven hebt, zit je vrouw na 1,5 dag al in de overgang. Ja, ik heb het zo warm. Ja, dan moet je niet in de plafonnière gaan zitten. Hoe komen die beesten erin? Bij mij kan het niet eens. Het kan niet eens. Het is onmogelijk. Ik heb een naadloos kliksysteem met zo'n rubberen randje. En dan zuig ik de vliegjes eruit. En met een nat doekje haal ik zo eventueel de eitjes, heb ik ook al over nagedacht eruit. Een verwisselijke peertje en dan klik, klik, klik. En dan een rubberen randje, en kan niks erin. Een week later loop ik onderdoor en kijk naar boven zit 20 van die kutbeesten. Hoe kan dat? Wie? Dan gaat hier niemand weg. Ja, maar serieus, joh. Wie? Ik kan niks anders bedenken dan de ergens in Nederland, op een podium, Hans Klok staat zo. Ik kan heel erg moeilijk voordoen, maar je hebt een idee. En dat hij dan last heeft van vliegjes op het podium. En dat hij dan zo... Weg! In mijn plafonnière! En je weet sowieso dat kutbeesten zijn als er meer dan 20 op zo'n gele plakslinger zitten. Zo'n vette gele plakslinger. Dan weet je dat ze naaistreken leveren aan elkaar. Want er is er eentje die is als eerste gaan zitten. En je denkt van, waarom hebben jullie elkaar niet gewaarschuwd, joh? Die vliegers gaan zitten, zo. Godverdomme. Dat is godverdomme een goede plakslinger, godverdomme. Komt er een andere vlieger aan? Wat denkt hij? Niks zeggen. En dan gaat hij zitten. En dan, ja, yeah, daar zitten we dan. Waarschuw elkaar. Maar ze doen een beetje hetzelfde als vrienden van mij tegen mij hebben gedaan. Toen we gesprekken hadden over kinderen krijgen en zij hadden wel kinderen en ik nog niet. Dat ik nou achteraf denk, hey, had me gewoon gewaarschuwd, joh. Nou zitten we met z'n allen op de plakslinger. Is dat vet of niet? Hè? Staat dat goed, toch? Takkenakkenakkenakkenak!
Dankjewel. Dankjewel.